op de kachel uiteraard. Hé, kleine meid. Lekker warm, hè? Met de pootjes, ja. Yeah. Die zit dus daar. Zo, lieve vrienden. Ik heb het hoekje klaar op de vier kaarsjes na, want die houder heb ik nog niet gevonden. Maar in ieder geval, ja, mijn eigen engeltje die staat natuurlijk zoals normaal in de stal. Ik weet niet hoe het spiegelt allemaal. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ja, maar hij staat in de stal. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zondag, de 6e van de 11e 2022, en we leven alweer. Kwart voor vier, oftewel 15:46. Maar ja, het is dus al reeds laat, maar ik sliep ook laat. Ik was, zoals jullie weten, laat naar bed gegaan en dan slaap je ook nog niet 1, 2, 3. En toen kreeg ik nog een appje binnen van die en die en die. En ook nog een appje binnen van mijn lieftallige dochter Karin, die was weer onderweg. Dus die heb ik heel even gebeld om haar een goede reis naar huis toe te wensen. Dus ja. Allemaal gezellig eventjes. En, dan slaap je nog niet 1, 2, 3. En doe je maar even een spelletje voordat je eindelijk kan gaan slapen. En dan denk je, ja, moeten die meiden er dan niet uit? Nou, ik zal je vertellen. Ik ben een paar keer vanochtend beneden geweest om naar de wc toe te gaan. En ik was zelf nog helemaal dronken van de moeheid. En denk je dat ze mee wouden naar beneden? Ik vroeg, moeten jullie naar buiten? Geen beweging in te krijgen. Rijka, die zie ik net vandaag voor het eerst. Kwam ze heel zielig, met een kopje een beetje draaid en nog slaperig, kwam ze onder het dekbed vandaan. Ja, kun je nagaan. En was ze nou iets? Ja, waar ze nou is. Ja, waar is ze nou? Op de kachel uiteraard. Hé, kleine meid. Lekker warm, hè? Met de pootjes, ja. Yeah. Die zit dus daar. Ik heb mijn jas allemaal klaargehangen, want het regent hier, lieve vrienden, al de hele dag al. Daarom houden ze er ook niet uit. Het is suk vreselijk rot weer. Het zeikt de hele dag al heen. Ja, de engeltjes die plassen, zeggen we dan. Hé? Ja. Maar in ieder geval, komt allemaal wel weer goed. Draai jullie weer even om naar mezelf. Zo, dan had het tegenlicht. En dan zet ik jullie weer hier neer. Zo, nou ja, we gaan gewoon erdoor. Ik doe mijn regenpak aan. Mijn haar zal dan weer lekker plat gaan worden, maar lekker belangrijk. En ik ga toch met mijn oor eens naar de juwelier toe, want het zit me lang niet. Niet dat die ontstoken is naar mijn idee, maar het oorbelletje zelf doet me zeer. Dat ringetje, ik weet het niet, net of het schuurpapier is. Ik kan ook best wezen dat hij te krap is hoor, kan ook, ik weet het niet. Maar ze moeten er maar naar kijken. In ieder geval, lieve vrienden, geniet ze met hetgeen wat jullie doen. Het is nou niet echt weer om te zeggen van we gaan naar buiten het bos in of weet ik veel wat. Want je wordt zeik door nat. Ja, echt geen lulletje meer te beleven. Maar ik ga, als ik thuis kom, even twee dingen strijken. Ik heb een plank naar beneden gehaald, ook dat nog. Dat is die plank die daar staat, tegen de muur op. Die heb ik net naar beneden gehaald. Ik moet even twee dingen strijken.
En dan gaan we weer met deze doos aan de gang. Die staat. Daar zit mijn kerststal in, dus daar gaan we mee beginnen vandaag. En dan neem ik jullie gewoon gezellig bij mee. Ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, zoals jullie zien is dat hoekje leeg. Het kastje staat voor de kast. Ik heb de hand daar goed aangevicht en even gedweild. En dat moest drogen, dus in die tussentijd heb ik even gewoon wat anders gedaan. Ja, uit mijn neus zit het erin natuurlijk, zeg maar. Maar in ieder geval, ik ga nu weer verder. En ik laat het eindresultaat wel aan jullie zien. Want kijk, mijn salontafeltje ligt nu ook propvol. En ik moet het kastje eerst weer terug zien te zetten. Dan moet ik die plank die daar achter de bank staat pakken. Oh nee, eerst een vuilniszak, die ligt daar. Op de beren. Die komt over het kastje heen. Dan komt de plank eroverheen en daar liggen ook onder die vuilniszak twee kerstkleden. Tenminste, één witte en één kerstkleed. Eentje is voor ter bescherming van mijn kerstkleed weer. Want dat is maar dunne spul, maar in ieder geval geen plastic hoor, nee. Ik heb wasbare kleedjes en strijken enzovoort. Allemaal nog van een heleboel van mijn moeder nog geweest. En nog een paar van mijn tante en ook van vroeger van mezelf, want dan, ja, toen had je dat. En ik vind dat veel mooier dan die plastic troep of die papieren troep. Ja, ik wel. De meisjes liggen lekker op de bank. Hé, ja, nou, ja. Oeh, ja, en ze zijn nog steeds vochtig, hè? Ja, ze zijn nog steeds vochtig. Vooral Elwing, die is gewoon nog nat. En jij had ook een jasje aan, hè? Jouw kontje inkelt in je hoofdje maar, hè? Ja. Dus ja, dat dus. Dus ik ga druk aan de gang. Enkelt, ik vraag me één ding af. Maar daar krijg ik geen antwoord meer van. Nee, mijn mannetje. Waarom heeft hij die stopcontactenboel zo laag gehangen? Ja, had ik veel liever hoger gehad. Maar ja. En ik weet ook niet waar die ene stekker van is. Dat gaan we uitproberen, die grote, met de dikke snoer. Dus, het is even, moet ik even zoeken, in de kast. Dat is die lamp, die. Dan gaan we die even uitdoen. En dan kijken, ja, dat is mijn kastlamp. Ja, die heet toch wel nodig. Ja, maar waarom zit die hier ook in? Dat weet ik ook niet. Die ga ik liever ergens anders toe laten lopen, ja. Met een dunnere stekker erin of zoiets, weet je. Maar ja, we zullen het beleven. Komt wel goed. Ik heb hem nou nog lager zitten, geloof ik. Ik weet het, ja, hij zat er toch onder. Nou ja, komt goed, lieve vrienden. Ik zal eventjes uitzoeken hoe en wat. Ja, komt helemaal goed. Nou, ze zeggen tot later. Zo, lieve vrienden. Ik heb het hoekje klaar op de vier kaarsjes na, want die houder heb ik nog niet gevonden. Maar in ieder geval, ja, mijn eigen engeltje die staat natuurlijk zoals normaal in de stal. Ik weet niet hoe, ja, het spiegelt allemaal. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ja, maar hij staat in de stal. Zo doe ik zo. Kijk, dan spiegelt het niet. Nou, mijn hoofdengel. Ja. Enkelt, ja, zoals deze engeltjes, die kleintjes. Die komen op de televisie te staan. Maar de televisie is momenteel ook een beetje vol. Maar die lamp gaat weg, et cetera. Dus dat komt allemaal wel goed. Daar staat een kerstmannetje in, een sneeuwpop, daar staat een sneeuwpop, dus ja. Ik ben op de goede weg en dit is het engeltje die is van mijn moeder ooit geweest. Ja, ik zal hem eventjes, hoe moet ik dat even hebben? Ik zet jullie even daar neer. O jee, nou kijken jullie naar de plant, denk ik. Ga eens even fietsen stelen jij. En ze draait ook, hè? Heel langzaam.
Zo leuk, hè? Die is nog dus van mijn moeder geweest, dus kun je nagaan hoe oud zij al is. Echt geweldig. Ja. En die moet ook weer een beetje aandacht hebben. Oh ja! Nee, we gaan lief zijn. Ja, en dan moet ik de tafel eventjes weer terugschuiven naar de bank. Want ik had hem deze kant opgeschoven, anders kan ik met mijn trippeltoel er niet door. Hé? Belhameltjes. Ja, vooral jij, hè, kleine deugnietje. Ja. En dan moet ik even nog eten. Ja, ook dat nog. Ja, ik vind dat engeltje echt zelf geweldig. Daar ben ik heel blij mee, met dat engeltje. Dat ik die heb. Maar ja, ook hier staat al een kerstmannetje. En daar ging staat een engeltje en ook een kerstmannetje. Maar ook daar moet het nog helemaal leeg. Ik moet die planten maar naar boven brengen. Althans, laten brengen, want dat kan ik zelf niet allemaal. En daar kan de plakfolie weer opgeruimd worden. Voor de ramen. En dan kan ik daar ook weer bezig. En de kerstplant moet er verder van zolderen. Nou ja. Morgenochtend krijg ik een huishoudelijke zorg genaamd Wilma. En dinsdag heb ik sowieso Erwin weer. Dus die kan helpen met de kerstspullen van zolder te halen. Ja, en dan moet die tafel ook opgeruimd worden. Ik denk dat ik die naaimachine dan ook maar weghaal. Zien we het wel weer. Of ik moet even tussendoor nog die rok zien te maken voordat ik die tafel klaarmaak. Maar dat komt wel. Ja. Ik moet nou ook nog een vlog in elkaar gaan zetten. Ja, ook dat moet ik nog doen. Ik zal jullie trouwens even weer op omdraaien. Even de goede knop indrukken. Zo. Kleppie om. Zo, als ik mezelf weer, kan ik jullie neerzetten. Nee, dan, ik denk dat ik niet meer transportfunctie, weet ik veel wat dat nou weer is. Kom ik ergens aan? Ik weet het niet. Ja, gaan we gewoon vrolijk verder. En ik moet zometeen de batterij weer opladen. En ik moet jullie legen, ja. Ook dat, althans, mijn camera moet legen. Maar dat komt allemaal goed en we gaan gewoon verder. Ik wens jullie in ieder geval een smakelijk hete bon appetit. Ik moet nog eten, jullie hebben al gegeten. Of er moeten later bij zijn, net zoals ik. En we gaan gewoon weer vrolijk verder. Ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan. Ja, lieve vrienden, ik ga weer lekker naar mijn bed toe. Het is dan ook alweer 9 minuten over 2:30 en het is de hoogste tijd. En waarom is het nou de hoogste tijd en waarom ga ik niet later zoals normaal? Nou, ik moet morgen bij tijd eraf. Ja, en ik hoop dat ik ook slapen kan, maar morgenochtend komt er weer een invalster, want Claudia is ziek, ze zit in het ziekenhuis gelegen of legt er nog in. Ja, ik heb vandaag niks van haar gehoord, ze zou bellen, maar... Ik heb Noppenenjo gehoord. Nee, geen telefoon gehad. Dus ja, ik weet niet hoe het met meisje gaat. Maar in ieder geval leuk is het niet dat ze in ieder geval daar lag of nog ligt. Ze lag aan een infuus, dus ja, wat er exact aan de hand is, ik weet het niet. Doet er ook niet toe. Fijn is het in ieder geval niet. Dus ja, ik krijg nou een invalster weer. Een zekere Wilma. Ik ken wel Wilma's, maar... Dat is zij weer niet, nee. Ik ken er twee. Mijn surrogaatzusje en de buurvrouw hier aan de overkant. Heet ook Wilma, maar voor de rest zou ik het niet weten. Nee. Dus ja, we merken het wel en die komt dus op de tijd. En dan komt ze donderdag geloof ik weer en dan komt ze al om 9:00. Ik denk, jeetje Maria,
Maar ja, oké. Gedaan een zaak en in een keer. Ik hoop dat hij binnenkort eentje weet te vinden die 's middags kan. Want anders red ik het niet met mijn lichaam. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En ik zou zeggen, graag ook morgen gezond uit je bedje zien te komen. Daar leggen mijn twee meisjes. Achter elkaar. Hè? Ja, en we gaan lekker naar bedje toe, hè? Gaan we naar bedje toe? Gaan we naar bedje toe? Ja? Gaan we naar bedje toe dan? Gaan jullie mee naar bed? Gaan jullie mee? Ja, naar bedje toe, hè? Ja, want ik heb het geluid gelaten, want het was vanavond droog. Ik denk, ik keek op mijn buienalarm en toen was het de hele tijd droog. Ik denk, nou moet ik het ook doen ook, want anders moet ik straks misschien weer in de regen. Nou, mooi droog over geweest, dus toppie. Maar in ieder geval, welterusten. En tot aan de andere kant van de nacht.